We gaan het hebben over de toegankelijkheid van sport en sportfaciliteiten. Ik spreek eerst even met jou en dan laat ik een aantal bobo's hierheen komen. Kimberly, jij bent Paralympische atleet. Maar dat ging niet vanzelf, hè, om daar te komen. Nee, absoluut niet. Nee, ik verloor mijn been door een busongeluk op 8-jarige leeftijd. En ik ben op 27-jarige leeftijd pas ontdekt. Ja, dus wat is er in die tussentijd dan allemaal gebeurd? Nou ja, ik heb in ieder geval op 27-jarige leeftijd op het punt te komen dat je denkt van oké, nu wil ik echt wel meer dan wat ik nu kan. Dat is meer omdat je gewoon eigenlijk genoegen neemt met het feit dat er... dat zo'n sportprothese, dat niet toegankelijk is. En dat de weg daarnaartoe, dat heel erg zoeken is om daar uiteindelijk dan te komen. Want wanneer wilde je eigenlijk, dacht je van nou, ik zou wel willen sporten? Dat wilde ik eigenlijk altijd al. Alleen, ik heb niet echt een... Ik heb verschillende sporten geprobeerd. Alleen met mijn algemene dagelijkse prothese is niet toegankelijk voor alle sporten. Ja. Dus toevallig kwam ik er dus pas laat achter dat ik echt een hardloper ben. Maar ja, daarvoor heb je wel een speciale prothese nodig. Ja, en daar was niet... Wat had je dan gehad willen hebben toen je jong was? Nou, het liefst een actieve kinderprothese waar je eigenlijk alles mee kunt rennen. Want dat is eigenlijk wat je als kind graag wil doen. Je wil rennen en spelen met andere kinderen. Ja. Of ook een kinderbleed, zeg maar. Dat zou geweldig zijn. Ja, maar er was geen omgeving die zei van nou... Kimberly, probeer dit eens of dit kan ook of... Nee, in mijn revalidatie is er mij nooit verteld, zeg maar, wat de mogelijkheden zijn. Daar moest ik echt zelf naar op zoek. En dat is de reden dat ik dus vrij laat ontdekt ben. Ja, en al die, hoe dacht je daar dan over tijdens al die jaren? Nou ja, weet je, op een gegeven moment, denk als heel veel mensen, dan neem je genoegen met minder. En dan leg je erbij neer op de een of andere manier. Maar... Ja, ik denk als je volwassen wordt, dat je ook in de media, dat de Paralympics steeds meer in beeld kwamen. Ja. En dat je daardoor ook dacht van, oh, maar kan het dus wel? Ja. En daar zit dus ontwikkeling in. En uiteindelijk heb ik daar dus op ingesprongen, zeg maar. Ja, en hoe was dat? Ja, het is uiteindelijk een hobby geworden. En een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Ja. Letterlijk eigenlijk, ja. Maar, en ik zag laatst een atleet die voor het eerst... een Paralympisch atleet die het voor het eerst mee heeft gedaan... volgens mij aan het NK. Ja, klopt. Voor ook niet gehandicapte sporters. Ja. Hoe vond je dat te zien? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, zeg maar, van inclusief sporten. En dat we eigenlijk allemaal mee kunnen doen. Ik denk dat een goed voorbeeld is. Ja. Zie je veel obstakels dan voor de Paralympische voor de gehandicapte sporters? Nou ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe moeilijk het is om aan zo'n hulpmiddel te komen. Kijk, mensen in een rolstoel die vragen bij het WMO een sportrolstoel aan. Maar mensen met een prothese kunnen niet zo'n voorziening aanvragen. Terwijl die dat ook hartstikke hard nodig hebben. Hoe dat nu is en de moeite die je ervoor moet doen, zeg maar, om daar uiteindelijk te komen. Ja, die drempel is gewoon te hoog. En die drempel, er moet geen drempel meer zijn. Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedere persoon met een handicap gewoon kan sporten. Dat is gewoon, ja, een vanzelfsprekendheid, vind ik. En wat ik zelf heb gemerkt is... Doordat ik zo belastbaar ben geworden door topsport, is mijn kwaliteit van leven omhoog gegaan. En de kosten die ik eigenlijk maak met mijn prothese zijn juist veel minder geworden. Omdat je in het algemeen veel sterker bent geworden. Ja. Ja, en dat gun je natuurlijk iedereen. En alles is te trainen. Je belastbaarheid kun je trainen. En dat levert gewoon meer kwaliteit van leven op. Heb je ook niet wel eens gedacht van, goh, als ik eerder was ontdekt, dan was ik nog veel beter geworden?
Nee, ik denk dat gewoon dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ja, ja. En ik denk dat het ook wel mooi is, want dat maakt mij natuurlijk ook uniek dat ik zo laat ben ontdekt en dan op die leeftijd en nog zo ver kan komen. Ja. Dat is natuurlijk ja, alleen maar een mooi voorbeeld, denk ik. Dankjewel. Ik wil graag Nieke Boor, Erik Scherder en Michael van Praag hier erbij halen. Want ja, jij legt dus uit dat er nog veel te veel barrières zijn en dat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen sporten. Laten we eens met deze personen daarover praten hoe dat zou kunnen. Nieke Boor, directeur van het Fonds Gehandicapte Sport. Erik Scherder, neurowetenschapper en lid van de Sportraad. En Michael van Praag, voormalig voorzitter van Ajax. En momenteel voorzitter van de Sportraad. Ik heb begrepen dat jullie ook elkaar onlangs ook al hebben gezien ergens, of niet? Wat wij? Jullie hebben elkaar niet zo lang geleden ook al ergens gezien op een ministerie? Of, Zeker. We hebben gesproken voor de sportwoordvoerders uit de Tweede Kamer. Ja. En hoe reageerden die daarop? Waarop? Op wat u daar te melden had? Nou, positief. Ja, ja. Daar een coalitie creëren is een stuk makkelijker voor sport. Ja. Hoe luisteren jullie nou naar dit verhaal, Erik? Ja, het raakt mijn hart altijd heel erg, omdat ik helemaal al deze gevoelens die je hebt verwoord en fantastisch hebt verwoord, die deel ik natuurlijk volledig. Dus de bereikbaarheid van en de toepasbaarheid, de toegankelijkheid om aan een hulpmiddel te komen waardoor je weer kunt sporten, is natuurlijk gewoon essentieel. En het is schrijnend gewoon dat het toch zo toch loopt, als het loopt, dat je op bepaalde stichtingen een beroep moet doen om aan een prothese te komen. Terwijl voor al die andere voorzieningen is er dan wel toegankelijkheid. Ja, dat is gewoon iets wat je in de huidige tijd denkt, ja, hoe kan dat gewoon, dat dat plaatsvindt? Ja. En dat past een beetje in het hele verhaal. Namelijk, het is gebrek aan urgentie. Dus men vindt het gewoon niet belangrijk genoeg. Ja, en kan jij eens even uitleggen, ik weet dat je dat kan, want je hebt het wel vaker gedaan, hoe belangrijk het namelijk wel is, sporten voor iedereen? Ja, nou, dat wil ik graag uitleggen. En het heeft te maken met de huidige pandemie. Het heeft te maken met de pandemie hiervoor. Die haak neem ik dan graag daarbij. Er was al een pandemie aan de gang vanaf 2012. Die pandemie heet bewegingsarmoede. Dat kost mensen het leven, 5,3 miljoen mensen per jaar. Dat is over 10 jaar heen. Is dat zo'n 50 miljoen mensen die overlijden aan ziekten gerelateerd aan zitten. Denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, obesitas. Niet ergens gedrukte bult overigens, maar die relatie ligt er. Ja. En het is gewoon niet gelukt, niet alleen in Nederland niet, maar in de hele wereld niet, om die pandemie te bestrijden. Dus als je kijkt in 2019, zegt men nog steeds, wat houdt ons tegen? En dan vervolgens, 3 maanden later, breekt COVID-19 uit. En dan zie je in de medische literatuur dat die twee pandemieën, die vlechten totaal in elkaar. En de vraag is, hoe kan dat dan? Dat het bij ons die urgentie dus niet heeft opgeroepen, waardoor iedereen nu op zijn achterste benen zou moeten staan. En dat wil ik graag even toelichten, kan ik heel kort doen. Beide pandemieën hebben namelijk te maken met je bloedvaten. Aan de binnenkant van het bloedvat zit het endotheel, zo noem je dat, de binnenwand. Het is even technisch, maar het kan heel kort. En die endotheel heeft cellen, de endotheelcellen. En die vormen een barrière. Tegen alle virussen die door je bloed heen komen, vormen een grote barrière. Hoe meer je beweegt, hoe sterker die barrière is. En bescherming dus, je immuunsysteem, sterker als je meer beweegt. Wat blijkt uit heel veel studies, al voor die pandemie 1 en nu ook voor nu, voor COVID-19, helemaal, dat als je zit, te veel, of als je diabetes type 2 hebt, hart- en vaatziekte, obesitas, dan brokkelt die endotheelwand brokkelt een beetje af. Ja. COVID-19 wilde graag inkruipen, die doet dat ook. En wat is de reactie van die endotheelcellen? Die vormen kleine bloedklontjes. Die bloedklontjes gaan mee met je bloedstroom en die komen vast te zitten in de kleinste bloedvaatjes, de capillairen. En waar zitten die bloedvaatjes? In je longen, in je darmen, in je hersenen. Ja. Dus het is niet meer zo, het is gewoon. Je kunt niet begrijpen, hè, dat nog altijd naar bewegen en sporten wordt gekeken als iets van, nou, als je het niet meer beter weet, hè, dan hebben we ook nog bewegen en sporten. Dat is in deze twee pandemieën is dat nog steeds het geval. Want kijk maar, in het regeerakkoord, 2 regels die gewijd worden aan 2 pandemieën. Nou, ja. Ik geef het je te doen dat je dat met open. En dan heb je het over mensen met een handicap die willen sporten en daarvoor is het nog moeilijker. Hoe groot zijn die obstakels op dit moment?
Ja, Kimberly heeft het net al aangegeven. En onze nieuwe slogan voor dit jaar is: ik ben niet beperkt, maar ik word beperkt. En, ja. Nou, daar zit het. En dat heeft Kimberly ook aangegeven. Als we ook nu zien, ook op gemeentelijk niveau, hoe het gaat met sporthulpmiddelverstrekking. Dat is eigenlijk gewoon een drama. En dat komt omdat het allemaal veel te vrijblijvend is. Er wordt nu gekeken naar zelfredzaamheid. En er wordt gekeken van: u heeft al bijvoorbeeld een scootmobiel gehad, dus u kan zichzelf redden, u kan participeren. En daarom krijgt u geen sportrolstoel meer. En dat is heel gek natuurlijk, want juist door de scootmobiel ga je misschien wel naar de winkel, maar beweeg je niet meer. Ja. En je zou juist mensen in beweging moeten brengen. En datzelfde geldt voor eigenlijk de toegang. Wat zit daar dan achter? Is dat dan een eenvoudige afvinkmentaliteit of wat is dat? Nou, de vrijblijvendheid en de onwetendheid ook. Het is gewoon onbekendheid. Kijk, sporthulpmiddelen is natuurlijk een niche in op gemeentelijk niveau. Gewone hulpmiddelen komen veel meer voor. En er wordt dan heel makkelijk verwezen van het ene loket naar het andere. Bij Fonds Genekersport hebben we Uniek Sport, en dat is een vangnet. Maar er wordt daar gewoon rechtstreeks naar verwezen. Of er wordt verwezen naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar wijst naar het loket. En je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik ga even naar de last man standing hier bij dit jongerenpanel. Ja, want zelf heb ik ook een spasme. Heb ik dus ook, ja, ik kom dan uit Leiden. En ik heb daar, mijn moeder heeft toen ik jonger was, echt hemel en aarde bewogen om te achterhalen wat nu sportfaciliteiten zijn. En het pijnlijke is dat het er eigenlijk vrijwel niet is. En ja, dat is juist ook voor de gemeenten denk ik wel heel erg van belang. Want die zijn daar toch om dat te regelen. Dus ja. En voor zover er faciliteiten zijn, is het vaak dan ook met wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen verstandelijk beperkten en fysiek beperkte mensen. En dan ben je, dus ook dat is denk ik wel een punt. Yes. Ja, ik denk dat gemeentes zich veel eerder moeten gaan bemoeien met hun eigen inwoners. En dat betekent dat zijn de mensen met een beperking, dat zijn met de ouders, dat zijn met de scholen, dat zijn met de sportclubs. Die moet je bij elkaar brengen. We hebben het net over kansarme jongeren gehad. Ja, die kunnen gewoon spelen op straat, die kunnen we zelfs daar treffen. Maar een kansarme jongen met een handicap of iemand met een handicap die in zijn eigen woonomgeving kan spelen en sporten, ja, dat is al een veel groter probleem. Dus we moeten echt veel meer de mensen opzoeken. Want door AVG en door andere regels, wij kunnen er heel moeilijk bij komen. En wij moeten dat met social media doen. En dan moeten we mensen gaan stimuleren om te gaan sporten. Gemeenten zijn in de gelegenheid om deze sporters en ouders te benaderen en te verbinden met school en met club. Dus is typisch eigenlijk, dit is echt een gemeentelijke kwestie ook? Nou, het begint gewoon dicht bij huis. Oh. Mark van Praag zegt van niet. Nou, één ding, maar misschien nog de sportwet. Ik ben nog niet aan bod geweest, hoor. Nee, maar hij komt nu aan bod. Je hoeft maar even te knikken en je komt aan bod, Michael. Dus, Kijk, de Nederlandse Sportraad is een officieel adviesorgaan voor de minister van VWS, Tweede Kamer en de hele regering. U kunt ons vergelijken met de Onderwijsraad, met de Raad voor de Veiligheid en dat soort dingen. VWS, NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeente hebben ons 2 jaar geleden een vraag gesteld om te adviseren over de organisatie en de financiering van de sport. En als ik sport zeg, dan bedoel ik ook bewegen. Bewegen allemaal. Dat hebben we gedaan. We hebben KPMG gevraagd een foto te maken. En daar is een advies uitgerold wat we met ongeveer 250 experts hebben gemaakt uit de hele sportwereld. En dan zie je een paar dingen. Het is door jou ook al gezegd en door jou ook. Het aanbod voor sport en bewegen is in dit land niet voor iedereen gelijk. Ja. De helft van Nederland beweegt niet. De helft van deze zaal beweegt niet. De gezonde, fitte persoon die het ook betalen kan, die kan bewegen. Maar mensen met een lichamelijke, geestelijke gehandicap of mensen met een kleine beurs, daarvoor is geen sportaanbod. En het probleem in dit land is, ik ben blij dat je dat ook zei, van de vrijblijvendheid. Wij zijn in Nederland, als het om sport en bewegen gaat, afhankelijk van het enthousiasme van de zittende wethouder, de zittende gedeputeerde of de zittende minister. Nou, en dat leidt tot enorme ongelijkheden. De enige manier om dat op te lossen is nu eens te stoppen met praten en stoppen en hopen dat het allemaal goed gaat. Maar om de overheid, de landelijke overheid, nu eens een verantwoordelijkheid te nemen omdat sport niet langer een hobby is, maar dat het een publieke voorziening wordt. Dat alle actoren die ik net genoemd heb, gemeenten, provincies, particuliere sportaanbieders, dat daarvoor een sportstelsel wordt opgericht.
uitgericht dat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is en wat hij heeft te doen. En dat leidt tot meer gymnastiekzalen, tot meer ruimtelijke ordening, tot het ter beschikking stellen van prothese, tot meer mogelijkheden om onder begeleiding te kunnen sporten. Boven de stad Groningen, daar ben ik een paar keer geweest, daar heb je dorpen, 5 dorpen, die moeten samen 1 buurtsportcoach met elkaar delen. Ja. Nou, leven in 2020. Dus er moet een sportstelsel komen, een sportwet. Wat houdt die sportwet dan in? Nou, die sportwet houdt in dat de regering het kader stelt wat de verantwoordelijkheden zijn voor de gemeente. Want de gemeenten doen verschrikkelijk veel. Die zijn momenteel de grootste sportsponsors van Nederland met betrekking tot accommodatie. Maar dat het vastgelegd wordt in een wet. Jij bent verantwoordelijk voor dat, jij bent verantwoordelijk voor dat en jij bent verantwoordelijk voor dat. En dan maakt het niet uit wie de minister is of wie de wethouder is. En daar moet een financiële injectie van de overheid bij komen die wij hebben laten berekenen door experts. En dan moet je toch uitgaan van minimaal 425 miljoen per jaar oplopend tot 825 miljoen bovenop de huidige 4 miljoen. En dan krijg je in 2030 75% van de mensen aan het bewegen. En dan zijn jouw problemen opgelost. Erik? Ja, ik ondersteun natuurlijk van harte wat Michael zegt. En ik wil alleen nogmaals beklemtonen dat het eigenlijk onbegrijpelijk is dat de overheid niet wil meediwen. En dat hebben we gevraagd 2 jaar geleden. Dus was die COVID-19 3 maanden aan de gang. We zijn in Den Haag geweest met Joop Albe daar erbij. En we hebben daar nog een verhaal gehouden van alle ministeries. Hè. Dus het was op zich een uniek moment. En zij hebben toen beloofd, oké, er komen iconische maatregelen. We zien in dat het zo niet langer kan. Ja. Nou, ik heb in die werkgroep gezeten. Er is een brief gegaan naar de Tweede Kamer. De eerste regel was 2040. Ja. Ik haal mijn naam er maar af. Kijk, dat valt niemand op, dat is duidelijk. Maar het is toch, je kunt niet voorstellen dat je met in de huidige tijd met 2 pandemieën, dat er gewoon 2 regels staan en dat de eerste regel dan ook nog eens 2040 is, dan is er dus niets van gelukt om dit op een voorfront te krijgen. Maar er is ook positief nieuws. He, want in juni heeft, of nee, 2 maanden geleden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Ja. He, waarin de minister wordt verzocht start te maken met de ontwikkeling van de sportwet. Nou, dan verwacht je dus, dan komt er in het coalitieakkoord komt daar wel wat van te staan. Want die motie is kamerbreed aangenomen. Kamerbreed. Ja. En vervolgens staat er dan eigenlijk veel over preventie. Nou, Erik zegt het woord preventie zou je moeten vervangen door gezondheidsbescherming. En dat is echt een taak voor de overheid, gezondheidsbescherming. Maar wat zie je dan terug in het regeerakkoord? Een regeltje dat de regering met 25 miljoen euro sportverenigingen gaat versterken. Een regeltje, dames en heren, wat de dag voordat het coalitieakkoord uitkwam nog niet eens in het regeerakkoord stond. Nou, dus dat ze bewijzen zelf dat je afhankelijk bent van hun enthousiasme. En zo kan je een land toch niet besturen. Maar dan toch even 1 ding en dan haal ik echt mijn mond. We hebben klimaatdoelstellingen. Ja. Maar waarom hebben we geen sport- en bewegingsdoelstellingen? En mag ik nog een klein ding? En überhaupt gezondheidsdoelstellingen? Ja, inderdaad. Zij hebben dus gevraagd aan mij van wat er zou een iconische maatregel kunnen zijn. Ja. Ik heb gezegd, nou, weet je wat? Er zijn nu een aantal leuke studies over gedaan. Haal die kinderen overdag op school. Na een half uurtje zitten 3 minuten uit zijn stoeltjes. Gaan ze even staan. Ja. Achtjes springen, 4x2, doe je nog wat sommetjes ook tussendoor. Dan win je al je insulinesensitiviteit, de gevoeligheid voor insuline. Superbelangrijk voor die bloedvaten. Doe het, kost niks extra's. Dan zie je al, dat is dus voor elk kind, hè, ook in de wijken waarin het moeilijk gaat. Dan heb je die kinderen ook. Maar gymles, school, zwemmen, al die dingen. Ja. Ja. Maar oké, maar dan wil ik nog toch even. Elke dag gewoon, hè? Ja. Dus elke dag gewoon. Even 3 minuutjes, elke half uur. Maar ik wil even terug naar de gemeente. Want we hebben toch al. Want ja, Michael zegt van ja, dit is toch eigenlijk een landelijke kwestie. Ja. Maar wat kunnen gemeentes doen? Nou, gemeentes doen al heel veel. Maar gemeentes zijn ook financieel beperkt. Ja. Dus die sportwet moet er nou juist voor zorgen. Maar als ik straks ga. Er komen dus gemeenteraadsverkiezingen, daarom zitten we hier toch ook bijeen. En dan zou ik dan op moeten letten als ik straks het rode potlood ter hand neem? De gemeente, hè, dus uitgaand van de huidige situatie, bedoel je dat? Ja. Ja, de gemeente, gisteravond was ik bij een sportdebat in de Haarlemmermeer. Daar kwam dat ook aan de orde. De gemeente moet veel meer de regie nemen.
Die hoeven niet ambtenaren naar een sportveld te sturen. Maar die moeten de regie nemen. Dat er een samenwerking komt tussen sportverenigingen en de scholen. Voor naschoolse sportactiviteiten. Maar dat ook doen met de commerciële aanbieders. De sportscholen. Ik hoorde gisteren schrijnende verhalen over de kwaliteit. En de aftandse manier waarop gymnastiekscholen, sportscholen in Batuverdorp eruit zien. Nou, dat zijn de dingen die zie je hier in Amsterdam ook. Ja. Hè? En daar moet de regering bij helpen. Die moeten de gemeente mogelijk maken, financieel ook, om die dingen te verwezenlijken. Maar in de sportwet moet ook staan. Je hebt ervoor te zorgen dat er in jouw stad, op basis van de bevolking, zoveel sportscholen, zoveel fietspaden. Ja. Maar dan speelt het nog een rol, gewoon heel, want we hebben het dus over obstakels. Maar als je het nou hebt ook over gewoon letterlijk fysieke obstakels, ook nog helemaal bijna los van de sport. Ik heb een reportage gemaakt met een meisje in een rolstoel. En toen op een gegeven moment, dat was in het centrum van Delft. En zij moest naar de wc. Nou, dat kon niet, want overal waren trapjes naar boven of naar beneden. Dat is natuurlijk toch. Dat is voor sportscholen ook zo. Ook niet iedere sportschool is toegankelijk voor mensen met een handicap. En dan heb je dus ook nog eens te maken met verschillende gemeentes. En daar zou die sportwet goed bij kunnen helpen. Dat alle gemeentes daarin één lijn trekken. En dat het niet zo is dat de ene gemeente dingen wel doet voor hun burgers. Maar dat daar één lijn in wordt getrokken. Maar nu is dat zo, omdat je een wethouder hebt in een bepaalde gemeente, die vindt het belangrijk. Ja. De ander denkt, ja, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ik ga wat anders doen. Precies, je hebt groot gelijk. Ja. Nikke? Ja, het komt er ook wat jij gezegd als voorbeeld. Kijk, Kimberly komt misschien 10 jaar geleden ook niet naar het toilet in Delft. Maar doordat zij nu is gaan sporten, is zij veel bewegelijker en toegankelijker geworden. Wij liepen hierheen, toen zei ze ook, ja, vroeger kon ik dat niet. Dus investeren in sport betekent ook dat de wereld toegankelijker wordt. En als je dan ook nog kijkt naar de buurtsportcoach en de inzet daarvan. 78% van de gemeentes in Nederland geeft aan dat ze aandacht hebben voor gehandicapte sport. Maar als je dan kijkt naar de daadwerkelijke inzet van de buurtsportcoaches, dat is 7% van hun tijd. Nou, als je weet dat 1 op de 10 Nederlanders een matig zwaar handicap hebt, dat is 10%. Dus met andere woorden, er worden 7 kindjes geholpen en 3 niet. Ja. En we willen nog van 34% naar 60% sportparticipatie. Ja, we lopen alleen maar achteruit. En dat komt omdat we er 400 tekort komen. En dat kan je alleen maar verwezenlijken als de overheid gaat mee investeren. Ook in het belang van de gezondheid. Wij vinden zelfs ook. Maar kan je niet al beginnen met formuleren van dat bijvoorbeeld sporten voor iedereen een basisrecht is? Het moet vanzelfsprekend zijn. Ja, dat kun je formuleren. Maar als je dat in Den Haag formuleert, ja, dan blijft het bij een formulering. Je moet het helaas vast, zo is het bij ons, je moet het vastleggen in een wet. Dat is ook precies wat wij beogen, wat jij zegt. Ja. Vroeg van de week hadden we ook een bijeenkomst voor de verkiezingen in Amsterdam. Ja. Toen heb ik gevraagd, wie van u heeft nou een brief geschreven naar het kabinet toen u las in het regeerakkoord over die twee regels? Wie? Ja, en? Ja, iedereen stak de hand op. Nee, niemand het op. Nee. Dat geeft gewoon alles weer. Dan ben je al helemaal, denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat we hier bij elkaar zitten? En ik zou het aan deze mensen niet durven vragen. Maar wie heeft er hier vanuit deze club een brief geschreven toen ze lazen? Twee regels in 2 pandemieën. En het leeft dus niet. Wie heeft er een brief geschreven? Ja, niemand. Ja. En dan denk ik, sport is niet links, is niet rechts. Sport is voor ons allemaal. En hier moet er gewoon een coalitie voor te vinden zijn die dit gewoon mogelijk maakt. Ja. Het gaat dan voornamelijk ook over kwaliteit van leven. Je kwaliteit van leven gaat gewoon omhoog doordat je meer beweegt, doordat je meer sport. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat is gewoon een feit. Ja. En dat is niet alleen voor mensen met een handicap zo, maar ook mensen zonder handicap. Kijk, sport, de portefeuille sport zit nu bij 2 ministers. Ja. Die 3% van hun tijd besteden aan sport en bewegen, noem ik dan even. Hè. Dat gaat helemaal niet. Er moet op zijn minst een staatssecretaris komen. Liefst nog een minister van sport. Die coördineert wat er in Nederland moet gebeuren. Om alle problemen en alle dingen die wij nu signaleren op te lossen. Maar Erik, wat kan toch. Ik snap wel, Michael, jij zegt van ja, het is toch een kwestie van een sportwet. En het moet landelijk gecoördineerd worden. Maar wat kan een gemeente doen? Een gemeente zou al vanaf morgen kunnen zeggen op school, juist ook dus in alle wijken, ook de wijken waar het moeilijk is voor die mensen, zeggen haal die kindertjes om het half uur uit hun stoel, 3 minuutjes. Kost niks extra's, leuk voor die leerkrachten ook. En weet je wat er dan gebeurt, dat verwacht ik.
dat mensen denken, hey, er gebeurt iets. Er is iets aan de hand. Mijn kinderen worden elk half jaar uit het stoeltje gehaald even. Daar is iets aan de hand. En als je de literatuur heel goed kent, dan zie je over future pandemics. Hè? Wat is het grote antwoord? Laat nu de overheid zorgen dat er actieve leefstijl komt met bewegen en sporten. Het is niet moeilijk. Het kan morgen. En dit kost niks eigenlijk? Het kost niks. Nee. En dan zeggen mensen, ja, maar nee, Erik, regel en wetgeving kost 7 jaar. Ik zeg, oh ja, en die avondklok kon ook morgen. Hè? Dat kon ook morgen. Is dit minder belangrijk? Als je de literatuur kent, is het zeker niet minder belangrijk. En dus het kan, maar men moet het wel willen. We zijn 2 keer samen bij minister Slob geweest, omdat wij hierover ook geadviseerd hebben in een eerder advies. Ja, en dan krijg je de dooddoener, ja, we kunnen niks doen. En daar lopen gemeenten ook tegenaan. Want ja, er is vrijheid van onderwijs. Maar wacht even, vrijheid van onderwijs is voor iets heel anders in het leven geroepen. Namelijk dat er een islamitische school zou zijn, een joodse school, een katholieke school, een christelijke school. Dat is vrijheid van onderwijs. Maar geen vrijblijvend van onderwijs, vinden wij. Dus gemeenten zouden echt eens met die schoolbesturen moeten praten om te kijken hoe ze toch voor elkaar kunnen krijgen dat wat Erik zegt en wat zo makkelijk is, een beetje meer bewegen. Alleen al de inrichting van de schoolpleinen bij. Zijn er partijen die dit in de lijstjes hebben staan? Je bedoelt in de gemeentelijke politiek? Ja. Geen idee. Hier in Amsterdam heeft Simone Koek heeft het opgepakt. Dus we zijn bezig met het plan hier in Amsterdam. Dus dat vind ik geweldig, hè, dat daar groot enthousiasme nu voor is. Maar je wil natuurlijk heel graag dat het landelijk wordt uitgevoerd. Omdat je dan gewoon elk kind daarmee in mee kan nemen. En de obstakels wegnemen. Natuurlijk. Ja. Als daar je hart niet harder van gaat kloppen. Ik heb het ook nooit begrepen dat ik als kind op school zo lang moest luisteren naar de juffrouw en zo lang op een stoeltje moest blijven zitten. Dat vond ik altijd heel gek. Want als kind wil je natuurlijk vanuit nature al bewegen. Ja, nee, dus. Sowieso. Kinderen en in de klas zitten, dat soms is het, sluit dat biologisch niet helemaal aan. Maar dat is toch hoe dat nou eenmaal. Ja, maar het kan beter. Dat is in ieder geval wel de conclusie. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Succes.